Breda Nu. Je weet het meteen. Drinking from the pouring rain, oh, that same rain that could wash it away. Instead, it gives it strength, gives it water, whoa, whoa, whoa. And before you know, another day, whoa, like a flower. Drink it from the pouring rain, yeah. That same rain that could wash it away. Instead it gives it strength, gives it water, whoa, whoa, whoa. And before you know, another day. With you in mind, with you in mind. Nou, het is volle bak, zie ik wel. Ja, nou ja, dit is denk ik net ietsje meer dan we normaal gewend zijn. Maar dat komt omdat we Jan de Bruin en Pieter van Boogaard hebben vanavond. En zij nemen nou eenmaal sowieso al een vast aantal mensen mee van 50, 60. Dus alleen maar hartstikke fijn. Maar het valt me op, het park is niet al te groot. Maar hoe is het nou in godsnaam gekomen dat dit toch een succes is geworden? Ja, nou, ik zal even vertellen hoe het eigenlijk begonnen is. Dit park is destijds aangelegd om een ontmoetingsplaats te zijn voor de mensen uit Ulvenhout. Het park lag hier een paar maanden en ik wandelde er zo heen om boodschappen te gaan doen. En ik kwam de voorzitter van de dorpsraad tegen, Ria Knipscheer. En ik zeg tegen Ria van hartstikke mooi hoor dat park, maar als mensen elkaar moeten ontmoeten hier, als dat de bedoeling is, dan moet je wel zorgen dat er iets gebeurt. En toen kreeg ik de bal meteen teruggekaatst en toen zei Ria van ja, maar kun jij dan niet wat iets organiseren? Nou, dat vond ik eigenlijk wel leuk om te doen. Ik was net gestopt met werken, dus. En hoe lang is het nu geleden? Hoe lang bestaat het al? Dit is nu het vijfde jaar en ja. We hebben nu een zeg maar vast aantal bezoekers van tussen de 200 en de 300. En dat is net mooi. Dat is precies waar we eigenlijk op richten. Ik heb al begrepen familieleden. Ja, tegen wil en dank. Nee, Pieter is mijn schoonbroer. Zwager, ja precies. Nee, iets anders. Ik heb met mijn schoonbroer. Schoonbroer. Zwager ligt aan. Ja, dat is een discussie. Ik heb naar een nummer geluisterd en ik hoop dat hij vanavond nog kan spelen. Want dat is het nummer, ik heb het wel even opgeschreven, want ik kan dat niet onthouden. En dat is She Loves a Fool. Ja, dat kunnen we wel doen, hè Jot? Ja. 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 En dat nummer, is dat, ja, misschien een heel brutale vraag, is dat een beetje autobiografisch? Ja. She don't wanna know. She can read my dirty mind and she let it go. I only tell a little lies and I made my getaway. But we go on and keep the peace to live another day. When I'm through with partying, doing other things. Het mooiste optreden is niet te voorspellen. En dat is niet afhankelijk van een locatie, of van een groot festival, of van een jazzclub. Dit kan het mooiste optreden worden. Dat weet je niet van tevoren. Het is het menu van de dag. Breda Nu. Je weet het meteen.